De Oranje Leeuwinnen. Het WK zit er inmiddels op. Maar wat gaat er nu gebeuren? We gaan even heel snel terugkijken naar de afgelopen tijd. Want we begonnen natuurlijk in het voorjaar met de Algarve Cup. Een oefeninterland waar je dus kan kijken waar je staat met je team. Dit was voor Nederland erg leerzaam. Want hier gebeurde het volgende. We begonnen met een 2-0 nederlaag tegen Spanje, waarin Hermoso echt uitblonk. Hier begon ook eigenlijk de discussie over Kika van S en of zij wel op de linksbackpositie moest staan. Toen zijn er ook een aantal wisselingen geweest. Zoals Bloodworth heeft daar ook linksback gestaan, net als in de WK-finale. Vervolgens verloren ze van Polen met 1-0. En de laatste wedstrijd werd 1-1 gelijk gespeeld tegen China. Die hebben ze met penalties gewonnen. Na dit toernooi is er wel een en ander op de schop genomen. En heeft Sarina Wiegman het een en ander omgegooid. Vervolgens stonden er in april 2 oefenwedstrijden op de planning. Namelijk tegen Mexico en tegen Chili. Deze werden allebei netjes gewonnen met een 2-0 overwinning op Mexico. En maar liefst 7-0 tegen Chili. Waar ontzettend veel van onze fans zijn komen kijken. Dus grote kans dat jij daar misschien ook al zat. Op 1 juni bezegelden ze hun ramkoers naar het WK toe met een 3-0 overwinning tegen Australië. Belangrijke overwinning ter voorbereiding op het WK. Vervolgens was het op 7 juni zover en was het tijd voor het WK. Nou, de groepsfase hebben ze echt verpletterd. Zij speelden hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, 3-1 Cameroen en er werd 2-1 van Canada gewonnen. Vervolgens naar de Round of 16 waarin we 2-1 wonnen tegen Japan. En toen stonden Italië en Zweden voor de deur. Van tevoren hadden we niet gedacht dat dat een van de sterkere ploegen zou zijn. Maar dat waren ze zeker. En het waren spannende wedstrijden. Maar met een terechte overwinnaar. En toen was het zover. Toen stonden wij ineens op die historische dag in de finale van het wereldkampioenschap. Maar wat nu? Het WK is afgelopen. Door zover te komen in het toernooi hebben ze dus ook een ticket bemachtigd voor de Olympische Spelen in Tokio. En dat is in 2020. Volgende zomer kunnen we sowieso weer voor ze gaan juichen. Maar komt er nog iets in de tussentijd? Jazeker. Op dit moment genieten de Oranje Leeuwinnen van een welverdiende vakantie. Dus nu hebben ze de tijd om even op te laden en te relaxen met vrienden en familie. En dan is het over iets meer dan een maand alweer tijd voor de eerste wedstrijd. Want dan staat de kwalificatieronde voor het EK 2021 voor de deur. Na het overweldigende succes van het afgelopen EK in eigen land, moeten ze hier de titel weer gaan verdedigen. Dus hoog tijd om ons te kwalificeren voor het EK. Dit betekent dat we weer een groepsfase moeten gaan spelen. Hier zitten wij in pool A met de volgende teams. En hier gaan we uit en thuis tegen spelen. Dus genoeg kansen om de Oranje Leeuwinnen komend jaar weer te gaan zien. Alle nummers 1 gaan automatisch door. En de 3 beste nummers 2. 30 augustus spelen wij dus onze eerste wedstrijd. Het is een uitwedstrijd tegen Estonië. Maar 3 september spelen wij een thuiswedstrijd. Tegen Turkije in het Abelenza Stadion. Dus dat is de eerste mogelijkheid om alweer van de Oranje Leeuwinnen te gaan genieten. Dat is ongeveer wanneer je weer naar school moet en wanneer je bekerwedstrijden beginnen. Een ideale manier om je seizoen te openen met je team. Dan zie je hier de rest van het schema. 8 oktober en 12 november moet Nederland weer thuis. En dat worden dus weer momenten waarin we met z'n allen massaal achter de Oranje Leeuwinnen kunnen gaan staan. Dan loopt het op het einde van het jaar en dan hebben we in april weer een thuiswedstrijd. Die 24 juli begint de Olympische Spelen en het zou zomaar kunnen dat ze in aanloop daarnaartoe nog oefeninterlands gaan spelen. Dus hou dat in de gaten en dat zou betekenen dat begin 2020 er ook weer een stuk of 3 wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen komen. En 22 september 2020 spelen we onze laatste kwalificatieronde. Laten we hopen dat we dan zeker weten dat we gekwalificeerd zijn. Kortom, genoeg momenten om dit gevoel van trots gewoon lekker door te trekken en ze weer te gaan aanmoedigen binnenkort. Mocht er nou meer informatie komen over de wedstrijden, dan laat ik dat natuurlijk aan jullie weten. Ik weet dat er voor de wedstrijd tegen Turkije al kaarten te koop zijn. Dus ga daar met je hele team naartoe of met vrienden, familie. Of maak er een uitje van met je hele team. En daar ga je mij ook zien. Voor de rest van de wedstrijden komt in de loop van het jaar meer informatie. En dat zal ik natuurlijk met jullie delen op het moment dat ik daar meer vanaf weet. Ga nu nog even genieten van je vakantie, want daarna moet jij er ook weer staan als fan. Ik hoop dat je deze video leuk vond en dat je er wat aan hebt gehad. En dan zie ik je snel weer. Doei!